In de gereformeerde kerk in Ravenstein is vandaag een boekpresentatie. Hans Hofhuizen presenteert zijn boek De Nazaten. En het eerste exemplaar biedt hij aan burgemeester Wobine Buijs. En ik ga praten met Hans Hofhuizen hoe dit boek zo tot stand is gekomen. Dag Hans, goedemiddag. We hebben net de boekuitreiking gezien aan burgemeester Buijs. De Nazaten. Ik hoop dat u het gaat lezen en dat u het plezier aan bereikt. Ik denk dat ik namens iedereen spreek. Als ik u bedank voor het fijne bestuur dat u aan ons besteedt. Ontzettend bedankt. Ik ben een ontzettende lezer en ik had vanochtend al het geval op het vrijdag. Dus ik stel was inderdaad om 8:15 bij de Rijks. Ook nog op zoek naar de Borgonius, maar dat is een ander verhaal. Maar je kunt zich voorstellen dat ik het niet meer helemaal laat zeggen over de democratie. Dus ik krijg dus horen en horen en weten hoe dat altijd is. Het is Ravenstein, een absolute vader. Dank je. Een man over de Nederlandse politiek, een Haagse machtsgreep. Hoe moeten we dat zien? Ja, de hoofdpersoon van het boek is niet zo heel erg blij met hoe dat het nu gaat, met de democratie in Nederland. Want een heleboel dingen fout, dat kan maar veel beter. En hij komt in aanraking met een groepering die daar veranderingen in wil aanbrengen. En wordt erin meegezogen op een bijzondere manier. En dat lukt niet. Nee, dat staat dan in het boek, dat is het verhaal. Het verhaal van meneer Schelto. Meneer Schelto, meneer ja. Schelto, die is van de hoofdpersoon die met allerlei dilemma's te maken krijgt. Kun je daar wat van vertellen? Ja, precies. Het belangrijkste dilemma is eigenlijk wel of hij zelf een rol in dat geheel moet gaan spelen. Hij is daar ingezogen en hij wordt uitgenodigd om daarin te participeren. Maar dat vind ik toch wel heel erg lastig, want dat gaat dan ten koste van zijn privéleven en van alle opvattingen die hij heeft over wat je wil en wat je niet moet doen. Dan heeft hij het wel heel moeilijk mee. Ja. Hij neemt daar ook de verkeerde beslissing in. Hij neemt een verkeerde beslissing, maar decennia geleden, is aan hem een vraag gesteld. Heeft dat daar ook nog invloed op, dat nu eigenlijk het antwoord van de vraag naar voren komt? Ja, er zit ook nog een verband, een bloedlijnverband, vandaar ook de titel, De Nazaten. En ik wil niet al te veel van het boek verklappen natuurlijk, maar het speelt een belangrijke rol. Hè, want, op het moment dat je eigen kinderen daarbij in het geding zijn, in een groot aantal, dan wordt natuurlijk de vraagstelling, althans de beantwoording daarvan, wordt wel heel erg ingewikkeld. Ja, dat klopt. Dan gaat het allemaal mee spelen. Ja. Nu heb je dit boek geschreven, het eerste boek van jouw hand. Je bent eigenlijk helemaal geen auteur. Hoe is dit boek eigenlijk tot stand gekomen? Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, nou, het idee dat ontstaat, het verhaal. De hoofdlijnen, dat verhaal heb ik aangeboden aan een aantal echte schrijvers. Die hebben gezegd, dankjewel, ik schrijf mijn eigen verhalen wel. Dat snap ik. En dat zoals een componist zijn eigen melodieën schrijft, gebeurt dat ook met schrijvers. Toen dacht ik, dat snap ik, maar het is wel jammer als het blijft liggen. En ik had wat schrijfervaring, dacht ik, laat maar eens kijken of we daar een boek uit kunnen halen. En dat is gelukt. En waar komt het idee vandaan? Ook eigenlijk wel met mijn eigen onvrede met de democratie. We zijn zo aan het verscherpen, de standpunten worden zwart. Mevrouw de burgemeester, net had ze het over de twee kanten die we allemaal hebben, de witte en de donkere. En we laten nu toe met z'n allen dat vooral de donkere kant naar voren komt. Hij heeft een groot pleidooi om ook die wat lichtere kant naar voren te brengen en daar ben ik het volstrekt mee. Ja, precies. De wat lievere kant mag ook wel eens getoond worden. Het hoeft niet zo zwart-wit te zijn. Nou ja, lief, het is vooral meelevend. Denken ze ook na over de belangen van een ander. Hè, want het zijn natuurlijk allemaal mensen met dezelfde ideeën, gevoelens als dat je zelf hebt. Geef daar ruimte aan, want het levert nog wel een stuk in waarde. En de titel is De Nazaten, dus daar moeten we ook aan denken. Hè? Wij laten wel iets na. Ja, dat is heel ingewikkeld. Wij hebben ervoor gezorgd dat de wereld eruit ziet zoals die er nu uitziet.
Dus we hebben ook wel de plicht om ervoor te zorgen dat, dat hij een stukje beter uit de voorschijn komt dan dat hij dat nu doet. Daar kunnen onze kinderen een heel erg belangrijke rol, mijn kinderen in mijn geval, in gaan spelen. Maar ook wij hebben daar een grote rol voor, ja. Natuurlijk. Ja, dat is heel erg belangrijk. Het boek is in dagboekvorm geschreven. Is dat een keuze daarin? Een specifieke keuze? Ja, absoluut. Ja. In de eerste plaats, ik lees zelf een boek zo, dat het is een bladzijde en nog één, meestal in bed. En als je het leuk vindt, dan lees je 10 bladzijden of 20 al dagen lang. Als je het niet leuk vindt, dan lees je 1 bladzijde. Dan heb je net een dag van het dagboek gehad. Dus dan is het makkelijker om zich op te klimmen. En de tweede, als beginnend schrijver, voorkwam ik daarmee dat er dialogen in moesten voorkomen. En daar heb ik natuurlijk niet zoveel ervaring mee. En dingen als van, hij zei toen dit en zij zei toen dat. Ja. Nou, dat loopt niet zo. Dus dat had ik hiermee natuurlijk mooi kwijtgeraakt. Ja. Puur handig dan. Dat is handig. Was het gemakkelijk om een uitgever te vinden? Uiteindelijk wel. Ja, ik heb er 4 aangeschreven. En 2 die willen het heel graag uitgeven. En ik heb zelfs een keuze moeten maken. En dat is prima. Leuk. Ja, dat is erg leuk. Ja. Ja, dat ging heel vlot. Ja. Maar goed, met het maken van de keuze van uitgeven beter niet. Want dan moeten er nog een heleboel dingen gebeuren voordat het dan uiteindelijk uitkomt. Maar dat is allemaal prima gedaan. Zeer professioneel uitgeven. Het redigeren, papier uitzoeken, precies. De lettertypes, ja? Dat valt niet mee, denk ik. Nee, de omslag, ja. De foto ziet er dan weer recht op die in beeld moeten komen. Ja, nee, dat is wel heel leuk. Dat is leuk. Hè? Dat zijn dingen die je voor het eerst doet en die je dan wel aardig vullen. Op die manier. Nou ligt hier een boek, Hans, zou je het even kunnen maken? Daar staat een dirigent op, naar mijn gevoel, een hand van een man en de haren van een vrouw. Ah, ja. Heeft dat een... Nee, het is echt een vrouwenhand. Oh, een vrouwenhand. Ja. Oké. Okay. Maar je bent niet de enige die dat zo ziet. Een belangrijk persoon in het boek wordt gevormd door de vrouw van Schelto. En laten we zeggen dat het onze eerste echte vrouwelijke dirigent aan het worden is. Oh, oké. Okay. In de roman. Ja. In werkelijkheid hebben ze dat niet. Nee. Want dat begreep ik ook al. Iets van het bastion slechte van de mannelijke dirigenten. Niet alleen, maar ook vrouwelijke dirigenten. Ja. Mannelijke componisten zien we veel vrouwelijke componisten. Is dat ook een onderwerp dat van belang is bij jouw boek? Ja, natuurlijk. Als je het hebt over de witte en de zwarte kant, dan hoort daar ook zeker bij dat het verschil tussen man en vrouw eindelijk een keertje moet worden opgeheven. Ja. Ik ben van mening dat vrouwen dat heel goed zelf kunnen. Daar hebben ze onze man niet voor nodig. Maar je moet het er ook wel vaak over hebben. Want dat geeft dan de ruimte om de nodige stappen te nemen. En wat je ziet in de muziek, daar heb ik een klein beetje, kijk op maar zeggen, is dat er heel veel vrouwelijke uitvoerende zijn, dus wel pianisten als violisten natuurlijk, je kunt het allemaal noemen. En dirigenten, zeker in Nederland, die zijn er nog niet. En die moeten er wel heel snel komen. Ja, dat heeft mevrouw Buijs het eerste boek van jou ontvangen. Heeft dat ook een specifieke reden dat zij hier te gast was? Ik wou toch wel een beetje cachet geven, hè, want een roman, vooral een eerste, dat doe je maar 1 keer. En mevrouw Buijs die vond het leuk om het te doen. Hè. Die kunnen horen, ze heeft ook een leuk verhaal daarbij gezet. En ik vond het wel passend. Er komen niet zo heel veel boeken uit. Dus als het dan een keer gebeurt, nou, mevrouw Buijs die wilde het graag doen. En ik was er heel erg blij mee. Waar is dit boek eigenlijk te koop? Want dat gaat waarschijnlijk niet via bol.com. Ook, ja. Het is ook bij bol.com, zeker. Het ligt bij de Rijks in Os. En het is natuurlijk te koop via internet. Hans Hofhuizen, zo heet ik. En dan de nazaten. Dan kom je, als je dat intypt in Google of zo, ogenblikkelijk bij de uitgever. En dan zie je de kaft liggen en dan kan je bestellen. Ja, en nou de prangende vraag, komt er nog een nieuw boek? Ja, dat komt er. Ja. Maar ik ben nog even aan het nadenken over wat dat dan gaat worden. Omdat dit is fictie, hè? Dit is een bedachte, maar ik heb ook wel ideeën
om wat non-fictie achter het boek te schrijven. Ik laat eerst dit bezinken, eens kijken wat er gebeurt. En dan maak ik tijd. Ik heb de tijd. Ja, en dat is natuurlijk ook heel fijn. Dan kan het een beetje rijpen. Ik hoef er ook niet van te eten, dat scheelt. Dat scheelt ook. Nou Hans, heel hartelijk dank voor dit interview. Graag gedaan. En veel succes. Dankjewel. Zeker ook met het nieuwe boek. Oké, dankjewel.